erg goed geslapen, kan ik je verklappen. Daarom heb ik die zonnebril ook op natuurlijk. Dan moet ik nou vertellen dan dat ik in Melbourne zit, dat ik hier dat ik hier met Suzuki ben. Lijkt wel van de organisatie hier eigenlijk. Ja, in elk land waar je komt vraag je natuurlijk altijd af, wat is nou de keuken van? Weet je, of je nou in Thailand bent, Spanje, Frankrijk, je bent altijd benieuwd wat daar nou echt het lekkerste is wat je daar kan krijgen. Nou zijn we nu natuurlijk in Australië. En wat kun je nou beter in Australië eten dan? Nou, wat hebben we hier in de aanbieding? De filet au fish. De 100% Angus burgermeuk. Mayo met chicken. Tender, nice and easy. Nou weet je, als dit niet local is, de traditionele cuisine, mayo. Ik zou zeggen, we gaan ervoor. Kilometer houden, dan zijn we er. Hi, my name is Toshi Wakayama from Japan. The funny thing, Toshi and me, we know each other for 25 years, I guess. So he's everywhere. Toshi, when there's a presentation. You too. Nou, ouwe, waar gaan we nu weer naartoe? Jij bent ik ben de chef d'équipe. We gaan naar. Hier zit de blowhole. Hier, kijk, blowhole. Dus met een paar coffershots gemaakt, een introotje geschoten voor het item van de Suzuki G6 R1000. En zoals je ziet, de omgeving is fantastisch. Waanzinnig. Mooi, hè?